gekke slotfase en het gewenste resultaat. Absoluut. Heel erg blij. Het is toch de laatste paar minuten nog even zweten. Want iedereen deed heel makkelijk. Katwijk staat 2-1 voor met 5 minuten blessuretijd. Alleen als Noordwijk 2-2 maakt, dan moet Katwijk weer winnen. En dan kan zomaar binnen een minuut nog 3-2 voor Noordwijk worden. Dus ik was er nog niet gerust op. Maar uiteindelijk fantastisch. En ik denk dat we de juiste keuze hebben gemaakt. We controleren grote delen van de wedstrijd. En ik denk dat we na die 2-1 moeten doordrukken. En dat we gewoon moeten winnen met 3-4-1 van Barendrecht. Je krijgt zoveel ruimte. En speel je dom uit. En een kansje voor Strik. Kleintje maar. Dat is ongelooflijk. Dat is heel seizoen al het verhaal. We zijn niet goed in het benutten van de kansen en in het op slot gooien van wedstrijden. Ja, gelukkig voor die gasten fantastisch dat we nu dat we in de topklasse blijven. Dat hebben we ook dik verdiend. Dus, bleef je dan zo'n gekke slotfase? Ja, wat ik zeg, dat is heel onwerkelijk. Dat, kijk, er wordt heus wel wat gesproken van stel dat dit of stel dat zus of zo. Alleen op een gegeven moment staat Katwijk 2-1 voor en wij staan 2-1 voor. Ja, dan wil je die pot gewoon winnen. En dan op het laatste, ja, dan kijk je elkaar aan, dan geef je uit het niks weer een goal weg. En dan komt Jack uit zijn dugout van, kom op, vol voor die overwinning. Dus ik keek hem meteen aan en ik zei, dat hadden we niet afgesproken. Want we hadden afgesproken natuurlijk, als het bij Katwijk enigszins gunstig is en wij staan gelijk hier, nou, dan helpen we elkaar. Dat was heel spannend. Het is ook, ik zeg, het is voor mij natuurlijk ook een aparte fase in mijn trainingscarrière. En ik ben hartstikke blij dat we nu dat we veilig zijn. Nu kunnen we ons gelukkig richten op de bekerwedstrijdjes. Die afspraak lag er, je geeft het zelf aan tussen jullie. Als het in die slotfase gunstig is aan de andere kant en wij kunnen elkaar hier helpen, dan gaan we dat ook niet nalaten. Nee, maar dat is denk ik ook logisch. Want, kijk, Barendrecht is er denk ik ook alles aan gelegen. Alles aan gelegen. We gunnen elkaar dat we in de competitie blijven. En wat ik zeg, als Barendrecht het risico neemt dat wij weer op voorsprong komen en Noordwijk wint van Katwijk, dan zit Barendrecht met een probleem. Dus dat is voetbal. Dus je probeert toch het beste. Het is een soort kansberekening wat je doet. En uiteindelijk zijn we allebei de gelukkigste, denk ik. Jullie herinneren elkaar in de slotfase ook nog wel even aan die afspraken? Nou, dat zeg ik. Want zij scoren 2-1. En dan komt Jack uit zijn dugout. En die zegt: jongens, vol voor die overwinning. Misschien een beetje cynisch, een beetje grappig bedoeld. Maar... En toen hadden we even contact. Ik zei: dit was niet de afspraak, natuurlijk. En dan, maar dat is voor hem ook het beste. Want voor hetzelfde geld scoren wij de 3-2. En wordt het nog een verrassing in Noord in Katwijk. Ja, dan is Barendrecht in één keer de pinoot. Dus dit was gewoon. Ik heb hier heel veel vrede mee. En wat ik zeg, enige smetje is misschien. Ik vind persoonlijk dat we deze wedstrijd hebben verdiend om te winnen. Dat we grote delen toch iets beter waren. Vooral de tweede helft, hoor, moet ik zeggen. In de eerste helft begin je goed, moet je ook 2-0 komen. En daarna geef het een beetje weg. Maar over 90 minuten ik kan leven met een gelijkspel. En ik nogmaals de vreugde overheerst van het lijfsbehoud. Ja, dat lijfsbehoud is nu een feit. Geeft ook even de gelegenheid om terug te kijken op dit seizoen. Wat is dit voor een seizoen geweest? Ja, al met al, los van de perikelen om de trainerswissel natuurlijk. Heb ik ook tegen de jongens voor de wedstrijd gezegd dat dit eigenlijk een fantastisch seizoen is. En daar bedoel ik mee dat je met een redelijk nieuwe groep ga je zo'n seizoen in. Je houdt 6-7 wedstrijden uit de nul. Nou, dat is uniek in Nederland. Misschien wel in Europa of in de wereld. Op dit niveau. Dus er komt veel publiciteit bij kijken. Vervolgens sta je gedeeld eerste na een wedstrijd of 6. Dat is ook fantastisch voor dit Capelle. Je schakelt Almere City uit hier en houdt wederom de nul. Dat is ook een hoogtepunt. Je gaat met z'n allen naar FC Groningen. En daar hou je, als Valentijn geen eigen goal maakt, dan hou je ze daar denk ik heel de wedstrijd op een nul. Want Groningen die creëert gewoon geen kans in de Euroborg. Nou, dat was een fantastische prestatie. Vervolgens hebben we een mindere fase. Krijg je blessures. En dan verspil je in één keer je plek 3-4, zak je door naar plek 9 ongeveer. Dat kan gebeuren. Nou, we gaan op trainingskamp, ook dat weer een hoogtepunt. We hebben zoveel lol gehad met die gasten, goed getraind, goed gewerkt. En echt dicht naar elkaar toe gegroeid. Dus ook dat zie ik als een hoogtepunt. Nou ja, en dan wil je die tweede seizoen zelf, wil je zo snel mogelijk veilig spelen. Dat loopt niet helemaal lekker. Je gaat na de winterstop verlies je bij de leden en je verliest van Maassluis. Overigens onterecht, tegen Maassluis had ook moeten winnen, maar goed. En je sprokkelt je puntjes bij elkaar. Ja, en je wint tussendoor ook nog eens je bekerwedstrijden. Je wint van Katwijk in de districtsbeker, je wint van Barendrecht. Zie ik ook als hoogtepunten. Nou, en al met al nu, los van de bekersuccessen in het begin van het seizoen, ben je nu vandaag veilig officieel. En je zit in 3 bekertoernooien. Dus ja, pak je daar 1 of 2